Nu kunnen we het opnemen tegen Cody en haar crew. Huh? Er komt iets aan en het is very big. Oh nee, wat moeten we nu doen? Ga aan de kant, Paw Patrol. Mijn Cody-sloper maakt jullie stad met de grond gelijk. Paw Patrol is niet te doen. Tijd om het stadhuis neer te halen. Marshall! Ik ga vlammen! Waterkanon! Ah, hey! Sky, nu jij! Deze pup gaat vliegen! Woep, ha. Meneer? En de nieuwe uniformen zijn super vet! Fijn dat jullie er zijn, Megapups. Blijkbaar hebben de katjes van burgemeester Handinger superkrachten. Oh, katjes? Met superkrachten? Ik word al super snotterig als ik er alleen aan denk. Ze zorgen voor overlast in heel Avonturenbaai. Alleen jullie als Megapups met superkrachten kunnen ze tegenhouden. In de hele stad? Jezus, supersnel. Maar hoe kunnen wij er allemaal op tijd zijn? In jullie nieuwe megawagens. Die aangedreven worden door jullie superkracht. Wow, fantastisch. Mega Chase, jij moet met je supersnelheid en je supersnelle auto dat katje inhalen. En de tonijn van meneer Porter pak je terug met je energienet. Met de megasterke pootjes van de wet. En Mega Rubble. Jij moet met je superkracht en megawagen de platvis terug in het water duwen. En als we ze vinden, moet jij ook de koeien dragen. Mega Rubble is klaar om te rollen. En dan wil ik nog Mega Sky. Jij brengt met je wervelwindtuig de vis van kapitein Turbo terug. Deze megapuppie gaat hoog de lucht in. Oké, Megapups is niets te dol.
terug. Je bent even snel als ik, maar dit heb je dan weer niet. Heel blij om ons te zien. Oké, Zuma. Tijd om het water te controleren op valstrikken. Loods ons veilig naar het eiland. Ai, ai, kapitein. Zuma! Woehoe! Oh-oh, ik hoor me niet bewegen. Onder het water. Naar bakboord. Phew, dat scheelde niet veel. Maar we zijn nog niet veel dichter bij Carlos en Tracker gekomen. En daarom moeten we die valstrikken verwijderen. Zuma, tijd om in onderwatermodus te gaan. Volgende halte onder water. Rubble? Lanceer je onderwaterbulldozer. Rubble is aan de rol. Rubble! Kapitein Ryder, er zijn een heleboel van die valstrikdingen. Arr, deze klus gaat een eeuwigheid duren. Misschien niet, maatjes. We spelen een potje domino. Rubble, jij kan de grote schep van je bulldozer gebruiken om te duwen. En Zuma, jij gebruikt je grijparm om te trekken. Ai, ai, kapitein! Ik ben er klaar voor, piraat Rubble. Dan ik. Oh! Hij begint te vallen. Ga snel aan de kant. Ja, gelukt! Yo, ho, ho! Wij doen dat dus zo. Dat is zo! We brengen die kleine schatjes terug naar hun mama's. Wacht, waar is de baby Brachiosaurus? Daar! Haha, boeren gaat Dino Ranch. We komen eraan! Dat klinkt als een nog grotere dino. De mama Brachiosaurus, ze wil heel graag haar baby terug. Au! Kom terug, baby! Au, au! We moeten de baby's beschermen tegen de rollende stenen. Dat vraagt om alle bootjes aan dek. Rubble, Marshall, Zuma, ik heb jullie nu bij de bergrand nodig. Is goed. Oké, dan komen we eraan. Rubble, Zuma, snel. Gebruik je dino-wagen en hou die stenen tegen. Rubble is aan de dino-rol. Ik duik erin. Marshall, gebruik je waterkanon om ze af te remmen. Modderbadje komt eraan. Woe! Waterkanon. Wow, wow, wow. Oh, twee baby dino's is beter dan geen. Dan is dit toch mijn geluksdag. Haha.
Dat duurde niet erg lang. Ik denk dat deze van jou is, mama. Alsjeblieft. Oeh, de tunnel naar huis. Het oude Humdinger geluk bestaat nog. Oh nee, kijk! Oh, de baby kan vallen. Sky, vlieg erheen en geef de baby een lift naar zijn mama. Komt in orde. Ik heb je kleine vriend volhouden. Ruff, harnas! Net op tijd, Sky. Laat hem nog ietsje zakken. Hou vol. Ik breng je zo terug. Geen zorgen, grote mami. We brengen je babytje weer naar je toe. Nee, ik hou van mijn hond. Help! Ik red u wel, meneer Porter. Wow. Ah, niet eerlijk. Ik wil ook vliegen. Wauw. Ik help u, burgemeester. Marshall, kijk uit. Wow, ik ga vliegen. Nee, Alex, niet doen. Cool. Wow, ik heb je, Ryder. Dankjewel, Marshall. Kun je me nu naar die boom trekken? Ryder, ik zorg wel dat je niet weg kan zweven. Ruff, net. Bedankt, Pups. Nu moeten we onze vrienden gaan redden. Wee, dit is leuk! Ik kan vliegen! Dit is niet leuk! Nou ja, het is een beetje leuk, maar help! Ik wil wel, maar mijn ladder komt niet zo hoog. We komen, burgemeester, maar eerst moet er nog een paar pups naar de uitkijk komen. Laten we gaan! Wow! Ik wist niet dat een ballon zijn zo leuk was. Perfect, Rocky. Nu kan ik gewoon naar binnen kijken. Ryder, ben je in orde? Wat is er gebeurd? Er is iets vreemds waardoor mensen gaan zweven. En biggetjes. We moeten de oorzaak vinden. Maar eerst moeten we ervoor zorgen dat iedereen en iedere big veilig is. Robohond, tijd voor actie. Paw Patrol! Zal Apollo voor redding zorgen? Ontdek het na de reclame. Oké, alien techniek. En het is flink kapot. Maar ik kan echt alles maken. Nu nog het juiste onderdeel. Zoiets als dat. De prullenbak? De prullenbak deksel. Woef, grijper. Ik hoef nog maar een stukje dichterbij te komen. Wow. Kijk uit voor de vliegstralen. Dit gaat lukken, Ryder. Zo te zien heb ik toeschouwers. Woef, lijnpistool. Die zit weer dicht. Oh yeah. Klaar voor actie, Ryder, meneer? Motorstijl! Heftig! Dit nieuwe spul is vet! Miauw, wauw! Fijn dat jullie zo snel zijn. Een bende pups is de stad ingereden om herrie te schoppen. Help! Het is onze taak om die bandieten weg te jagen. Maar dat lukt alleen als jullie transformeren in motopups. Motopups? Ik ook? Maar ik ben toch geen pup? Katten hebben ook pootjes.
Pups, een warm welkom voor de eerste kat bij de Paw Patrol. Fantastisch! Yeah! Sorry, ik ben allergisch voor katten, maar welkom aan boord. Dus voor deze missie transformeer ik... Sky. Jij kunt met je nieuwe vliegende motor burgemeester Goodway van het standbeeld redden. Deze motorpup gaat rijden en vliegen! En Chase, met jouw nieuwe supersnelle motor kun je de achtervolging inzetten op die herrieschoppers. Moto Chase is klaar voor de Grom Grom Club Race. En Wildcat, jou kan ik ook gebruiken op deze missie. Deze kat is klaar voor een wilde rit. Robohond en ik hebben voor jou een nieuwe en betere motor gebouwd. Met een heleboel upgrades. Een bolbalwerper, superspeedboosters en grijpklauwen. Oh, dank je, Ryder. Oké, Paw Patrol is niet te dol. Was geweest, leek het me cool om een kattenteam te vormen. En hier is het. Dit is Leo. Wow, levenskracht! Rory, spring erop af. En Shade. Huh? Waar is ze naartoe? Ik ben hier. Wow. Tjie. Pardon, allergisch voor katten. Hey Wild, komt-ie. Dank je. Met deze pakken aan, hebben wij Jetpack Power! Miauw, kunnen wij helpen? Wow! Cool zeg! Fantastisch! Nu zoek ik alleen nog... een nieuwe motor, daar hebben we voor gezocht! Miauw, wauw! Ryder, nu kan ik je eindelijk echt helpen. Met een beetje hulp van mijn vrienden. Laten we die metaal-etende kat gaan zoeken! Ik leid Miauw Miauw nu naar de woestijnvlakte. Weg van de stad. Ik zie jullie daar. Ik ga je motor opeten. Miauw, miauw. Als ik daar doorheen ben, ben ik op de woestijnvlakte. Miauw, boosterraket. Cheetah snelheid. Miauw, wauw, 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 wauw. Kom dan, Boosier, kom dan. Oké. Daar komt de kat, Ryder! Woe, dubbel zoveel lol! Bereid je voor, Rory. Volg mij maar, Poesje. Misschien krijgen we Miauw Miauw wel in die oude mijn. Katten zijn dol op fijne donkere plekken, dat is waar. En hij rent nu al zo lang achter ons aan dat hij vast weinig kracht heeft. Dan wil hij slapen. Dan op naar de mijn. Warm en knus wind! Ah. Marshall, jij bent expert brandveiligheid en brandblussen. Daarom krijg jij de leiding en moet je laten zien hoe het moet. Ik ga ultiem hard vlammen!
Uitstekend. En dan wil ik ook... Sky, jij gebruikt je vleugels om te zien waar dat filmmonster heen gaat. We gaan de lucht in! Met een filmmonster van deze grootte hebben we ieder pootje nodig. Dus alle bumps moeten klaarstaan om Marshall te helpen de brand te blussen. Dat doen we! Oké, Paw Patrol is niets te dol. Paw Patrol! Zuma, Rocky, kom bij mij. Mijn cabine kan hoog genoeg komen, maar ik moet op het monster klimmen. Jullie besturen de ultieme brandweerwagen. Raam open. Sta stil, Chicoletta. Zoek naar Chase en de waardekroon. Maar Blaffenburg is zo gigantisch groot. Waar beginnen we? De speciale pubtech-strik van Chase heeft een GPS-systeem. Zo te zien is zijn pubtech ergens in het kasteel. Dat klopt, Marshall. Daar gaan we heen. Als we binnen zijn, krijgen we een sterker signaal, zodat we precies kunnen zien waar hij is. Dus voor deze missie, Rocky. Jij kunt met je nieuwe radarscanner dwars door de kasteelmuren heen kijken. Wow, groen is gaan, gaan, gaan. En als er een gat geslagen moet worden in een van die muren, Marshall, jouw nieuwe hydrokanon heeft een superkrachtige waterstraal. Ik ben er echt helemaal woep, woep, klaar voor. Oké, Mission Paul is niets te doen. Paw Patrol! Paw Patrol! Zet je metaal op het pedaal. Rocky, pak je radarscanner en kijk wie dat geluid maakt. Woep, radarscanner! Het is Chase. Hij zit vlak achter deze muur. Hoe krijgen we hem eruit? Ik heb wel een idee. Rubble, we hebben Chase gevonden. Kom met je tunnelgraver. Rubble is aan de rol. Chase is zo gered als je Rubble op een graver
dat iemand me kan horen. Superdol, Paw Patrol. Eigenlijk zijn we nu Mission Paw. Daar hoor jij ook bij, Chase. Nu moeten we uitvinden wie die kroon heeft. Dat weet ik al. Het is de edele pup, Sweetie. Kom mee. En hiermee kan je in contact blijven met ons allemaal. Dat is meer pups voor te land of ter zee. Ik doe met je mee. Dat is goed om te weten. Oké, Aquapups is niet te dol. Jij brengt Tak naar het nest van Vogelvrouw in de bergen. Hij moet burgemeester Goodway bevrijden. Komt in orde, Ryder! Dank je, zus! We staan altijd voor elkaar klaar. Deze lasers zijn een groot probleem. Hoe kunnen we daar ooit langskomen? Dat hoeft niet. Ik ga er tussendoor. Rubble, til me op zo hoog als je kunt, alsjeblieft. Mega en klein, ik zal alles zijn. Wow. Fantastisch. Zo helder en schitterend. Oh. Ik moet mijn tanden poetsen. Psst, burgemeester Goodway. Chicoletta, was jij dat? Nee, ik ben hier. Huh? Ik ben Megatak van de Megapups. En ik kom u redden. Weet u hoe de lasers uit moeten? Oh, dat paneel, daar zo. Maar je hebt wel een code nodig. Geen probleem. Wat?
lasers? Huh? Het is hem gelukt! Ik ga naar binnen. Wauw, dit is een superredding. Bedankt, Megapups. Oh, er zitten te veel glimmende spullen in het nest. Het gaat vallen. Vogelvrouw, je moet snel naar buiten. Maar naar de reflectiecollectie. Verlaat het nest. Wow. Mega Rubble is aan de rook. Oké, Megapups is niets te dol. Nooit tegen me. Wat kom jij nou weer doen? Vogelvrouw, ik ben hier om het gouden Lupo-standbeeld terug te pakken. Mooi niet. Hij is Vogelvrouw's beste vriend. Beelden, pak hem. Nou, dan krijg jij dus ook mooi nooit of te nimmer het grote diamantenstandbeeld dat in de woestijn staat. Grijp die pup. Wacht, wat? Jij hebt een enorm glimmend standbeeld in de woestijn. Oh nee, volgens mij had ik dat eigenlijk niet mogen zeggen. Maar je zei het. Hou hem hier terwijl ik dat standbeeld ga zoeken. Oh, vergeet die krimpende pup. Naar buiten jullie. Sta klaar, Ryder. Ons plan loopt op rolletjes. Oh, hoe moeilijk kan het zijn om een enorm diamanten standbeeld te vinden? Oh, het is zo enorm, zo glimmend en zo van mij! Breng het standbeeld naar mijn museumdomein. Hallo, vogelvrouw! Wat? Jij bent geen standbeeld! Klopt, ik ben een megapup! En het gouden standbeeld van Lupo is niet van jou! Je wint het nooit van de vogelvrouw. Ella, ben je klaar? Het is tijd voor iets groots. Huh? Ah. Wat? Dat neem ik wel mee. Nee, mijn glimmend gouden standbeeld en mijn superkrachten. Yes, red vogelvrouw intact. Energie net. Net op tijd. Phew, dat scheelde een piepklein beetje. Dank je. Beelden, bescherm mij. Pak ze. Ryder, de robot van Herbert vliegt zo snel dat mijn supersnelheid hem niet bij kan houden. En hij gaat naar de uitkijk toe. Megapups, Herbert's robot vliegt supersnel richting de uitkijk. Om hem neer te halen moeten wij gaan opladen. Klaar! Sky, probeer hem af te remmen met je opgeladen weerkrachten. Dat is wel ver genoeg, Harold. Hou me maar tegen. Wow! Goed gedaan, Sky. Rock, gebruik je röntgenogen en schakel de raketmotor uit. Doe ik. Woof!
Energietang! Hé, hey, je maakt het kapot! En voor straf ga je teleporteren! Chase, laat op en gebruik je sonische blauw! Superkrachten. Ik bedoel, best oké in superkrachten. Ik moet hier wegwezen. Marshall, tijd voor een opgeladen supersprong. Hey, zo zie ik niks. Waar is de knop van de ruimtewisser? Marshall leidt hem goed af. Top, de robot krijgt stroom van de meteoriet in zijn rugzak. Dit is onze kans om hem te pakken en uit te zetten. Zet jullie wagens in zweefmodus. Je stopt hier, Megapup! Oh! Volgende halte, Heraldstad. Wow! Ik heb je. En nu gaan we die robot pakken. Burgemeester Harold is er. En er is geen pup te zien. Wat? Ik teleporteer die pups naar de Noordpool. Ah! Wow! Wow! Bijna! Tijd om die grote robot neer te halen. Tijd voor run en rol. Oh, oh, oh. Ha, heb eens. Dit is oneerlijk. Heraldstad moest de allermachtigste worden. En die hoed is dus van mij. Neefje, mooi geen burgemeester meer. Kom mee, katjes. Wij gaan lekker op hoedenstrooptocht. Oh, je hebt hem laten vallen. Niet waar, jij liet los. Niet eens. Als het goed is, moet het hier ergens in de buurt zijn. Er komt iets van Jake's berg afrollen. Een enorme sneeuwbal! En hij komt recht op de stad af! Kijk dan, een stuk van de meteoriet! Woehoe, ik ben weer een megapup! Kom, ga er snel omheen staan om je krachten terug te krijgen. Rap! Megapups, klaar voor een mega-actie, Ryder, meneer? Wij gaan een grote sneeuwbal tegenhouden! Marshall, Chase, tijd om op te laden. Hou me vast. Chicoletta, hoor ik nou je maagje rammelen? Je bent vast uitgehongerd. Oh, hemel. Tijd voor een opgeladen sonische blaf. Marshall, laat hem smelten met je superhittepootjes. Het was geen sneeuwbal, het was de meteoriet. Lekker bezig, vrouwenvogel. Door jou is de meteoriet gevallen en nu hebben we die pups er weer. Ik? Jij bent hem verloren. Hoe dan ook, je zult hem sowieso nooit meer optillen zonder je glimmende... Energiebadge! Superkrachten meer voor de zogenaamde superslechterikken. Dan is de meteoriet nu, denk ik dus, van mij! Oh, oh nee! Alweer de kopiekat? Zeg maar dag tegen je megameteoriet voor eens en altijd, megapups. Dan zeg ik dag tegen jullie als jullie dag zeggen tegen mij. Dat dacht ik niet. Kom mee, Tak. Tijd voor iets groots! Succes! Niemand is groter dan de Topeka! De meteoriet! Laat mij maar! Goed werk, Megapups! Jullie zijn niet zomaar van de kopiekat af! Meneer Nibbles, dit moet je zien! Het is Ryder en de Megapups gelukt! Miauw!
Oh, misschien is al die megapup-actie een beetje te veel voor je. De deur zit vast. Maar voor nu zitten ze hier goed. Ik mag open doen. Lieve katjes. Hij heeft de tijgers erachteraan. Oh, katjes. Ik heb vriendjes voor jullie. Oh, mijn katje. Oh, kom terug. Ik hou hem tegen met mijn energienet. Katje. Chase, blijf bij. Wie heeft een tijger besteld? Wow. Kijk uit! Rocky, je bent nodig bij meneer Porter. Groot is gaan. Goed werk, Rocky. De tijger zal hier binnen veilig en blij zijn. Zelfs grote katjes doen kattendutjes. Bounty Rider, de megaburgemeester gaat richting de bergen. Ik kom eraan, Chase. Mijn katje! Burgemeester Handwinger, stop! Wow. Nu pak ik hem met mijn net. Ik wil katje! Burgemeester Handwinger, ik kan niet helpen als u blijft springen. Huh? Wat was dat? Ah, een ravijn! Oh, een tijger! Help! Help! Ik kan er helaas maar één redden met mijn net, Ryder. Wat moet ik nou doen? Terwijl ik om hulp vraag, werp jij je net onder de boomstam. Als opvangnet. Zo vang je ze allebei als ze vallen. Fantastisch idee, Ryder. Energienet. Sky, we hebben je nodig bij de bergcanyons. Deze megapuppy draait de lucht in. Kom blijven, burgemeester Handwinger. Er komt hulp aan. Ja, één van ons is tenminste kalm. Mega wervelwindkracht. Ik eerst! Sky, die tijger moet snel weer terug op de trein voordat hij wegloopt. Komt goed, Ryder! Huh? Een vliegende tijger? Superkracht! Hoe heb ik ooit zonder je gekund? Niet zo snel, vogelvrouw. Op klokdag luiden we de klok. We stelen hem niet. Ik verplaats hem alleen naar mijn reflectiecollectie. Huh? Als je het zo wilt spelen... Hi-ya! Oh nee! Wervelwindkracht! Ryder, de vogelvrouw is er vandoor met de klok. Ik ga erachteraan. Papa, goedzaamheid. Nog een klein stukje verder en dan is daar meer overheerlijk mais. Ik neem haar wel weer over. Deze kant op. Nee, nee, Chocoletta. Volg mij. Wat ben jij voor een mega-hulpje? Niemand praat zo tegen mijn Chocoletta. Laat haar los. Ze is van mij. Burgemeester Goodway, kijk uit. Oh nee, haar nieuwe kunstje. Doe het niet, Chocoletta. Zwaai, hulp, Kip, zwaai! Wow! Energienet! We moeten zorgen dat de vogelvrouw de klok niet luidt. Maar we kunnen niet dichterbij komen met deze wind. Ik heb een plan. We moeten alleen dak in de lucht zien te krijgen. Hebben jullie mij nodig? Sky, net op tijd. Jij moet dak naar de klok toe brengen. Dak, jij moet de klok inkruipen zonder gezien te worden. Mega en klein, ik zal alles zijn.
ga ringelen en ik ga dringelen en dan ligt je stad aan diggelen. Wat? Snel, klokkentoren, op zijn megapups. Tijd voor een mooie golf. Wow, bedankt Megazooma. Kom mee, we moeten hier wegwezen, hulpkip. Hierheen. Ik dacht het niet. Mijn krachten, mijn klok. Glimmend. Oh nee, de klok. Hebbes. Bedankt, Mega Marshall. Dat was wel extreem chill. Die vriesstraal heeft me zo koud gemaakt dat er nog wolkjes uit mijn mond komen. Bevroren adem. Dat doet me denken aan een megapup die nu van pas komt. Ryder, Harold vliegt richting het treinstation. Bedankt, Sky. Everest, ik wil jou en je megavrieskracht. Tijd voor een frisse wind. Marshall, kom naar het treinstation toe, zodra je burgemeester Goodway hebt ontdooid. Jij hebt nu wel genoeg vriesstickertje gespeeld. Niet voordat iedereen bevroren is. Want dan ben ik... Oh, hij heeft de machinist bevroren. Wow, Tikkie, jij bent hem. Marshall, we moeten Sky redden. Kom mee. Dat zijn nog eens superpootjes, Marshall. Ryder, pas op voor Harold's vriesstraal. Everest, we verslaan ijs met ijs. Daar gaan we. Hey, mensen bevriezen kan echt niet. Oh, wacht. Verlaat het neef-burgemeester vliegtuig. Wow! Mijn meteoriet! Mijn superkrachten! Nee! Ryder, de trein is ontspoord! Hij rijdt recht op de stad af. Everest, we hebben een hoge ijsgrens nodig. Nu! Dit wordt wel spannend! Tijd voor mega jetkracht. Volgende halte, avonturenbaai. Wow! Huh? Waar kwam die wervelwind vandaan? Kopiekat! Als ik het niet dacht. Vergeet niet, alles wat jullie kunnen doen, dat kan ik ook. Dus pas maar op. Wow! Goed gevangen, dank je, Ryder. Wat gebeurde er daarboven? De kopiekat. Hij zit hierachter. Oh, daarom is hij even sterk als mijn gereedschap. Oh, kijk, hij gaat er vandoor. Dat dacht ik niet. Chase, Zuma, Marshall, stappen jullie zweefwagens en go, go, go! Pups, de kopiekat is ergens boven de koepel. En daarom gaan jullie in zweefmodus. Hij is nergens te zien, Ryder. Waar is hij nou? Ik denk dat hij binnen is. Er moet ergens een verborgen deur zijn. Ik zie een andere ingang, Ryder. Via het water. Zuma, Marshall, het is tijd om je op te laden.
nog steeds live van binnenin de koepel. Haarbal, attentie, inwoners van Avonturenbaai. Binnen deze energiekoepel van energie kan ik dus alles doen wat ik wil. En niemand kan er in of uit. Niet eens jullie dierbare megapups. Ik ben binnen in de koepel, Ryder. Ik heb de kopiekat in zicht. Niet lang meer. Blijf hem volgen, Zuma. Chase, Rubble, houd je ogen open. Als hij naar buiten wordt gejaagd, weten we waar de deur is. Ik hang aan zijn harige staart. Het wordt tijd voor mijn grote ontsnapping. Daar is hij. En daar is de deur. En dat is ons teken. We gaan ons opladen. Ik ram en rol. Wauw, die vulkaan blijft maar rommelen. Dat was de vulkaan helemaal niet. Dat is een T-Rex in nood. Hij zit vast. Dat is een grote dino. We hebben iets heel groots nodig om hem te kunnen redden. Robbehond, breng de dino op het stroller. Rex, met jouw hulp krijgen we hem wel aan boord. We dino doen dit. En Rubble, jij moet ons helpen met oversteken. Rubble is aan de rol. Daar is hij. Ryder, de Dino Patroller kan niet doorheen de lava rijden. Nee, hij kan er niet doorheen. Maar hij kan er wel overheen. Rubble, duw er wat grote rotsblokken in. Dat zit rotsvast. Ga je gang. Zullen we hem een lift geven? Wat zegt die Rex? Je wil dit niet horen. Brul, 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 brul. Volg mij maar naar de Dino Patroller. Ik beloof je dat het goed komt. Oh nee, onze rotsbrug is weg. Hoe komen we nu dan aan de overkant? Zie je die stenen daar? We kunnen ze gebruiken als schans en springen zo naar de overkant. Wacht, we gaan nu dus door de lucht naar de overkant proberen te komen? Ja, Robbehond, ga maar. Hou je vast, maatje. Het is gelukt! Dankjewel, Pterodactylus moeder. Als je ons nodig hebt, krijg je dan om hulp. Oh nee!
tijd om onze vrienden naar de jungle te brengen. Ruff, worstjeswerper. Voor je het weet zijn deze kuikens groter en hongeriger. Marshall, Sky, klaar? Yep. Maar weet je zeker dat die pterodactyli me zullen volgen? Tuurlijk, je bent als familie. Bovendien, ze zijn dol op stinkende vis. Eeuw, had ik maar niks gezegd. We gaan de lucht in! Doei, doei, vogeltjes! Gaan jullie ook al weg? Oh. Het werkt! Ja, we blijven vliegen! Hij durft niet te vliegen. Hij heeft gewoon wat inspiratie nodig. Sky? Deze pup vliegt hem al! Rex, ik denk dat jij hem wat moed in moet praten. Hé, maatje, ik weet dat het eng is, maar Sky gaat je helpen om weer tussen de grote, zachte wolken te vliegen, oké? Brul, 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 brul. Kom mee, Maverick. Dit kun jij ook. Ik ben je co-piloot. Oké, je kunt dit, maatje. Deze pterodactylus gaat de lucht in. Sky, kun jij zien wat er aan de hand is? Vizier! Er zit een tak vast in zijn vleugelbeugel. En nu is de vleugelbeugel kapot. We moeten hem helpen. Dat doen we. Sky, haal Rocky op. Over en uit. Rocky, pak je dopsleutel om de beugel te maken. Het is tijd voor een vliegende dino-redding. Ik ben er klaar voor, Sky. Wow, dus zo is het om een pterodactylus te zijn. Oké, breng me maar rustig naar hem toe, Sky. Hou je vast, Rocky. Maatje. Oké, ik breng je erheen. Hop, dopsleutel. Even goed recht houden. Gelukt, nog twee te gaan. Rocky, je moet wel opschieten. We hebben een niet zo blije T-Rex in de buurt. T-Rex? Zet hem op, Rocky. Ik weet dat je het kan. Wil ik een groot applaus voor Rubble en de Paw Patrol Band! Bubbles, ik hou van Bubbles, jij. Wat je ook maar wil doen, ik sta aan je zij. Ik hoor je blaf, ik wil je zien. Bubbles, jij, je bent de bub voor mij. Yeah.
daar is de mini-donutmaakmachine. Ik zie het. Maar volgens mij maakt hij geen mini-donuts meer. Nu maakt hij... mega-donuts! Gereden, Motopups. Oei, dat is een grote donut. En hij rolt naar de Gromgromclub. Wow, snel naar de schuilplek. Hey jongens, zijn jullie oké? Oké? Nee, we zijn niet oké. Oké? We zitten vast achter een enorme donut. Het kan niet slechter gaan dan dit. Rocky, de schans! Ik ga naar binnen! Even zien, welk knopje? Ah, kst! Wacht, zeg jij wat ik denk dat je zegt? Oké. Het is hem gelukt! Hey! Dus je hebt de machine uitgezet. Heel knap, hoor. Maar we zitten nog steeds vast en we kunnen er niet uit. Wees daar maar niet zo zeker van. Ja, we eten onszelf eruit. Ah! Deze donuteters hebben geen hulp nodig. Zo is het wel weer genoeg geweest. Waar zijn de katjes? Daar beneden. Mijn katjes kunnen niet zwemmen. Geen zorgen. Chase, kom naar het kanaal. Rocky, ga naar de klif die over de baai uitkijkt. Snel. Chase zit er bovenop. Groen is gaan. Ik ben een rider. En ik ook. Top. Schiet je ziplijn naar die uitstekende pijp. Daar. Ruff, ziplijn. Rubble, jij gaat die zijspan uit de baai scheppen met je wagen. Maar hoe kom ik daar? Door omlaag te glijden met behulp van Wildcat en Chase. Miauw, grijpklauwen. Ruff, ha! Ik kan dit niet aanzien. Miauw, miauw. Graag gedaan. Wij kleine katten moeten elkaar helpen. En dan nu omhoog. Ontkoppel. Rocky, je krijgt een pakketje. Hebbes. Yeah! Blijf staan, burgemeester Goodway. Wij helpen u wel. Hoor je dat, Chicoletta? We moeten heel rustig blijven. Nee! Chase, vang die motor op. Ruff, net! Gelukt! Oh, waarom doe ik dit hele Badway-ding? Als je slecht probeert te zijn, loopt dat niet goed af. Bijna klaar. Zit er ook ergens een springplank op dit ding?
Sorry, maar mijn schip is dus duidelijk geen speeltuin. Ah, oh, gunst, dat is ver omlaag. Miauw zeg, dat wordt wel spannend. Maar ik weet dat je het aan kan. Dank je, Ryder. Ik kom eraan. Of beter gezegd, ik kom omhoog. Grijpklauwen. Wildcat, wat ben ik blij jou te zien. U bent beneden voor uw snorhaar, kunt zeggen, burgemeester. Miauw, bolbalwerper. Kunt u touw klimmen, burgemeester? Als de beste. Ik had de hoogste score tijdens de avonturen bij spelen. Eindelijk, ik win de race voor eens en voor altijd. Tijd voor mijn superwapen. Super Speed Blast Boost. Oh nee, Chicoletta. We moeten opschieten. Oh. Ik wou dat ik hier beter in was. Wildcat, kun jij burgemeester Goodway naar de eindstreep brengen? Komt deze kat altijd op zijn pootjes terecht? Woehoe! Toen ik een kind was, leerde ik tijdens mijn eerste motorles dat je de wielen recht moet houden. Oh, zo bedoel je? Fantastisch, dat gaat goed. Wat? Huh? Nee! Deze is voor jou, Chicoletta. Ik win. Oh, en ik kan mijn lieve kipje behouden. Genoeg. Ik ben niet slecht. En jullie grommers moeten nu goed doen. Niet cool. Ik wil het overdoen. Ik wist al lang dat je goed was. Gromgromclub, wegwezen. Ha, nu gaan de grommers een dagje aardig doen. Miauw, grijpklauwen. Nu hard achteruit. Net op tijd! Oh nee! Alsof ze een muur bouwen! Hoe krijg ik dit op tijd weg? Chase, Gasket is gevallen! Snel! Ik zie het, Ryder! Ruff, net! Tada! Dat was een trucje! Ryder, ik weet niet hoe lang Wildcat de bus op de weg kan houden. Als hij de bocht ook maar iets ruimer neemt, valt hij over de rand. Wildcat, we moeten die bus onder controle krijgen. Rubble doet zijn best om de weg op tijd vrij te krijgen. Oké, Ryder. Miauw, ontkoppel, grijpklauwen. Weer een motor minder. Ja! Deze kat komt altijd op zijn pootjes terecht. Hou je vast. Zonder remmen botsen we beneden tegen die muur van stenen. En hard ook. Schiet op, Rubble. De bus komt eraan. Ik kan niet sneller. Wacht, ik ga iets anders proberen. Een schans. Rubble heeft een schans gemaakt. Wow. Woehoe. Wow. Dus... dat was mij ook geluk. Ik heb Robohond gebeld. Hij komt met de Paw Patroller en brengt iedereen naar huis, burgemeester. Het zal wel even duren voordat die bus weer de weg op kan. Inderdaad, grommers. Helemaal terug naar de stad. En dan pas krijgen jullie je motoren weer terug. Dit is niet echt heel leuk, Hubcap. Nee, echt helemaal niet leuk. Blijf nu maar gewoon duwen. Ryder, Wildcat, Motopups, bedankt dat jullie ons gered hebben. Graag gedaan, burgemeester. Wanneer je bus wordt gekaapt door motorrijders, we laf dan om hulp. Ik vind het wel erg dat Wildcat nu haar supermotor kwijt is. Hé, hey, je hebt iets laten vallen. Dank
je, Sky. Wat fantastisch als alles weer goed komt. Oeh. Geen spoor van Chase of zijn pup-tech te zien, Ryder. Het GPS-signaal zegt dat hij hier ergens in de buurt moet zijn. Dat klonk volgens mij als... Chase! Ik hoor het alweer. Volgens mij komt het hier vandaan. Dat moet Chase wel zijn. Rubble, haal die steen weg. Schep! Hey, iemand probeert ons te redden. En mijn neus vertelt dat we gered worden door... Wildcat! Wat ben ik blij je te zien. En jullie ook. Kom maar niet te dichtbij, hoor. Ik wil je niet weer laten niezen. Het is niet jouw schuld, Wildcat. Ik had niet weg moeten gaan zonder iets te zeggen. We blijven gewoon vrienden. Die pups vinden zichzelf zo goed. Nou, ze hebben ons wel gered. Alleen omdat jij een officieel slechte drone hebt gemaakt. Maar als je zoiets gaafs bouwt als dit... dan redden we onszelf. En kunnen we lekker herrie schoppen. Kijk. Dit vraagt om een dubbele sprongredding. Chase, jij redt de piloot. Wildcat, jij redt de jet. Komt goed, Ryder. We moeten superhoog springen, Chase. Dat betekent supersnel gaan. Zoals je me geleerd hebt. Automatische piloot. Hebbes. Ruff. Net. Jongens? Huh? Goed bezig, Gasket. Je drone vliegt nog steeds rond. Echt wel? Recht op ons af. Wegwezen, snel. Grote muis. Het is maar een knaagdier. Met Jason Pupdek? Geef die maar aan ons, vriendje. Dank. Jawel. Dat is ook zo, Chase. Ik heb wel iets voor je tegen het niezen. Hey, zonder te niezen. Je nieuwe helm werkt goed, Chase. Ik heb een hypoallergene filter toegevoegd die de allergie tegenhoudt als je de helm op hebt. Dank je, Ryder. Wanneer je nies voor problemen zorgt, dan hachoe, je om hulp. De sterke bootjes van de wet. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Paw Patrol! Paw Patrol! Sky.
En dan nu snel achter die locomotief aan. Sky, probeer de wagons van bovenaf op te sporen. Zie je al iets? Object in zicht. Ik zie de wagon van de butler. Maar slecht nieuws. Hij rijdt recht op een rotsblok af. Rubble, jij gaat met mij mee. Chase, blijf zoeken naar de andere wagons. Begrepen, Ryder. Ruff, politiemotor, in actie. Die treinwagon blijft gewoon doorgaan. We hebben iets groots en zachts nodig. Hey, wat dacht je van hooi? Treinwagon gevonden en gered. Nog twee te gaan. Spoor ze op en stop ze. Oké, we gaan dat brand uitblussen. Maar we moeten eerst die trein zien te stoppen. Goed plan, Marshall. Rubble, pak de trein met de zijtang. Dan trappen we hard op onze rem. Ik heb nog nooit een trein gevangen. Gaan! En nu remmen. Nu kunnen we gaan blussen. Waterkanonwagen. Goeie actie, Paw Patrol. Geen probleem. Graag gedaan. Chase, jij doet de bloemen. Rocky, koel dat standbeeld af. Het standbeeld is weer afgekoeld. Goed gedaan. En Rubble, zet hem recht. Rubble is ultima mero. Oh, bedankt, Paw Patrol. Kleine moeite. Wow, dat stoot behoorlijk. Maar waar komt de warmte vandaan? Oh, nee. Het is een soort hittestraal. De watertoren staat te koken. Oh, er staat daar een grote lens. Die verandert gewoon zonlicht in een hittestraal. Sky, er ligt een vuurbestendig laken achter in de wagen. Kun jij die pakken over de lens gooien? Ga ik doen. Deze brandweerpup gaat vliegen. Ruff, ruff. Vleugels. De lens, dan kan het zonlicht er niet meer doorheen. Adieu, straal. Ah, gelukkig. Onze lens loopt niet langer los. Horatio, zijn er vandaag vallende doeken voorspeld? Marshall, de straal is weg, maar de toren is nog heet en kokend. Als een deegpot. We moeten zorgen dat hij niet ontploft. Zuma, Chase, koel de toren af met de slangen. Oké, Marshall. Woop. Waterkanonwagen. Daar gaan we. Oké, pups. Start maar met blussen. Rocky, ga je mee? We gaan die toren wat stoom af laten blazen. Woop, omhoog. Rocky, open dat luik met je grijper. Woop, grijper. Mooi werk, Marshall. Oh. Het is je gelukt. Rubble is ultiem aan de rol. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Paw Patrol! Paw Patrol! Thank you.
jullie zou hier moeten landen. Maar er is te weinig ruimte voor het landingspunt. Ik zie het, Ryder. Het is te nauw hier. Waar het niet breed is, moeten we omhoog. Omhoog? Wat moeten we daarvoor bouwen, Rubble? Er is geen tijd voor uitleg. Vertrouw me maar en volg mijn aanwijzingen op. Eerst moeten we het oude landingspunt demonteren. We gaan de materialen hergebruiken. Weggooien? Natuurlijk niet! Zuma, Orval gaat in de grond! Brad en Jace, jullie zetten de palen in die gaten! Rocky, je weet wat je moet doen! Woef, schroevendraaier! Ik zie Cordy's ruimteschip! Het tempo moet omhoog! Kapitein Gordy rekent op ons! Rubble, het is gelukt! Dit is de stoerste landingsbaan ooit! Een dubbele Rubble-spiraalbaan! En nog net op tijd! Daar komt-ie! Rocky? Wie? Ik? Rocky, met je nieuwe jetpack kun je zweven en dingen in de lucht repareren. Dankjewel, Ryder. Fijn dat je het leuk vindt. Zuma, ben je klaar voor jouw verrassing? Jazeker! Precies wat ik wilde! Niet wist dat ik het wilde. Je kunt hem gebruiken als een jetpack. En hij werkt ook onder water. Helemaal mijn stijl, Ryder. Poef, poef, opstijgen. Wow, voorzichtig, Zuma. Je duwde me bijna onder water. Bedankt dat je me eraan herinnert. Poef, poef, duikmodus. Alsjeblieft, Rubble. Oh, wauw! Zweefbord! Op naar de wolken! Dit lijkt wel een vlieger, maar dan alleen voor mij! Wauw! Marshall, nu ben jij. Echt waar? Mm-hmm. Ik ga vlammen! Mijn eigen coole jetpack? Bedankt, Ryder. Hoe werkt het? Zo misschien? Oh, vlieg! Marshall! Cool! Woo! Afremmen! Marshall, blaf je waterkanonnen eruit! Woo! Waterkanonnen! Kijk, Marshall. Daarmee kun je brandjes blussen en in de lucht blijven. Te gek! Ik wil dit altijd wel dragen. Dit is super, Ryder. Nu kan ik hulp krijgen bij extra lastige luchtreddingen. Maar er is nog één nieuwe jetpack, Sky. En die is voor jou. Maar ik heb al vleugels. Niet zoals deze, hoor. Oh, supersonische jets? Dank je, Ryder. Dit is echt super. Ruff! Jets! Graag gedaan, Sky. Te gek! Woehoe! Kom maar maar pakken, pups. Groen is, ik ben ultiem klaar om te gaan. Oké, Paw Patrol is niets te dol. Woehoe! Woehoe!
jullie willen de botten gewoon voor jezelf. Maar ze zijn van mij. Nee, het plafond is de vloer van het stadhuis. Het hele gebouw valt bovenop u. Ha, wel leuk verzonnen hoor. Dat verzinsel gaat uitkomen. Oh, vol gas. Snel iets doen! Ja, maar hoe dan? Ik heb een idee. Maar ik heb de boorkar van burgemeester Hamdinger nodig en alles wat hij heeft gepakt. Wij zijn hier om je te helpen. En wij zijn er ook. Top, ik heb die metalen balken van net nodig. Groen is, wij gaan. En klaar. Het stadhuis is snel aan het zinken. Geen probleem. Ik kan het stadhuis makkelijk dragen. Met deze volledig geupcyclede supertiller. Voorzichtig, Rocky! Ja! Ja! De supertiller draagt hem nu, maar dat houdt niet lang. We moeten iets maken waardoor het stadhuis stevig kan blijven staan. Maar hoe? Met nieuwe pilaren. Gemaakt van iets dat nog steviger is. Zoals gouden botten. Goed idee, Rocky. Stapel de botten op tot aan het plafond, pups. Snel. Goed werk, Rocky. Die gouden upcyclepilaren hebben het stadhuis gered. Oeh. Burgemeester Hamdinger. Bon appétit! Oh, eindelijk! Iemand met respect voor bonne cuisine! Oh-oh! Het water stroomt weg uit het moeras en alles valt droog! We moeten weg! Sky, kijk vanuit de lucht wat onze kortste vaarroute is! Zal ik doen! Ruff! Moerasvlieger! Zuma, ik zie daar wel een uitgang, maar die is niet heel breed. Tja, die vis moet toch de zee in, dus daar gaan we. Goed recht houden, Zuma. Ai, ai, Ryder, gast. Huh? Uh-oh. Oh, Gert, wat nu? We zijn vastgelopen. Zuma, help ons. Met een beetje extra kracht lossen we dat zo op. Poef, miniboten. De platvis zit vast in de takken. Rocky, gebruik je grijpkabel om ze los te krijgen. Roep, grijpkabel. Kaptein Turbot, zet onze boeien vast aan uw boot. Dan trekken we jullie eruit. Roep, boei. Hebbes. Rocky, hij kan. Op 1, 2... Drie! Ja! Ja! Jace, is dat niet een troepwagen? Dat moet ik vanuit een andere hoek zien. Ruff, klap uit! Ruff, megafoon! Attentie, rommelvoertuig! U moet stoppen, alstublieft! U heeft een gevaarlijke snelheid! Degene die rijdt wil duidelijk niet luisteren, als er al iemand achter het stuur zit. Sky, kijk of je kunt zien wie dat ding aan het besturen is.
ga ik doen. Ik vlieg er naartoe. Kijkers. Ik zie iets bewegen. Het heeft ogen en een snavel. Het lijkt wel alsof er een struisvogel achter het stuur zit. Dat moet Oscar zijn. Daarom bleef hij maar doorrijden. De familie Wingnut zal wel blij zijn. Dat is goed nieuws. Maar we moeten nog steeds die kar tegenhouden en Oscar eruit halen voordat hij ergens tegenaan botst. Goed punt, Ryder. Sky, waar rijdt Oscar nu heen? Hij rijdt richting de stad. Dan ga ik de weg blokkeren om andere auto's te beschermen. Dank u. Rap, pilonnen. Dat zal de weg vrij houden. Hoe gaan we hem ooit tegenhouden? Oh nee, dat ziet er niet goed uit. Chase, er loopt een mama eend met haar kuikens op de weg waar Oscar rijdt. Bedankt voor de boodschap, Sky. Ik stuur iemand vooruit. Marshall, Rubble, race naar voren en haal de eendjes van de weg. We gaan racen. Marshall, daar zijn ze. Jullie moeten hier weg, kleine eendjes. Waterkanon. Het is gelukt. Wacht eens, als dat troepmonster zo doorgaat, rijdt hij straks de baai in met Oscar er nog in. Zuma, pak je straatsurfer om Oscar te stoppen. Doe ik. Of straatsurfer. De lucht kijken of je nog ergens anders rook ziet. Ga ik doen, Marshall. Ah, vleugels! Chase, tot hoe ver komt de ondergrondse brand? Voorbij dat gat. Een stukje verder. Stop! Je staat er recht boven. Rubble, jij moet de greppel graven. Hier zo. We moeten de wortels blootleggen. Ah, graver! Rubble is aan de rol! En net op tijd. Het vuur is al hier. Waterkanonkar. Dat beter. Maar het smult nog wel. Rocky, help je een pootje? Kom maar, brandblusser. Mooi. Het lijkt erop dat de brand is geblust. Wow! Schitterend. De openingsceremonie kan beginnen. Marshall, Ryder, ik zie nog meer rook. Ik zie het ook. Er zijn meer ondergrondse brandjes. De vlammen hebben meer boomwortels aangestoken. Dat klinkt gevaarlijk. We moeten er iets aan doen. En snel. De nieuwe brand gaat richting de stad. En het jaagt de knaagdieren uit hun tunnels. Ik kan niet alle boomwortels in avonturen bij uitgraven. Wat moeten we nu doen, Marshall? Dat knaagdiertje kan ons helpen. De tunnels zitten overal onder de grond verspreid. Zo kunnen we water naar het vuur brengen. Fantastisch plan, Marshall. Eerst moeten we zorgen dat alle dieren de tunnels verlaten. Ik heb lekkere knaagdierkoekjes. Chase, kijk of de tunnels leeg zijn. We moeten zeker weten dat er niemand meer is. Scannen. En ze zijn leeg. Top, dan pakken wij de extra brandslangen. Marshall, we zijn bijna te laat. Wacht, knaagdieralarm. Hé, kleine vriend,
Ben jij gebleven om ons te helpen met de brand? Dat is heel dapper van je, maar vanaf nu lukt het wel. Kom er maar uit. Door ons achtertuinspel ben ik echt in top-up-vorm. Nu nog niet. Nu nog niet. Burgemeester Goodway zal zo blij zijn dat we deze extra speciale grote medailles hebben voor de winnaars. Meer medailles? Grote en speciale zelfs. En kijk dan hoeveel ik er al heb gepakt. Ik bedoel gewonnen. Ik ben de avonturenbaarspelen superkampioen. Maar ik wil alle medailles. Ga die medailles pakken. Rap! Stop in de naam van de poot. Oh. Je had gelijk, Chase. Kijk maar eens. Burgemeester Hamdinger, geef me die medailles. En wel onmiddellijk. Nee, ze zijn allemaal van mij. Mij. We moeten burgemeester Hamdinger redden. Sky, houd de burgemeester in zicht. Zo te zien vliegt hij richting de cactuskloof. Ik heb er een. Goed werk, Rocky. Daar is burgemeester Hamdinger, recht vooruit. De medailles mogen niet in deze kloof blijven. Marshall, Rubble, help met vangen. Zijn er te veel? Ik kom jullie helpen, gast. Poef! Straatsurfer! Aha, gemist! Ja, dat was de laatste. Nu moeten we de burgemeester nog redden. Ja! Hij vliegt recht op de muur van de kloof af. Ik geef je een gouden medaille als je deze dingen uit kan zetten. Waar jullie heen, red mij. Raf, net. Perfect. Nu wil ik mijn medailles weer terug. Sorry, burgemeester. Die gaan naar de avonturen bij spelen. Naar degene die ze gewonnen hebben, zoals het hoort. Oh, maar ik was de superkampioen. Toffe parachute. Dank je. Roep, grijper. Ja! Hoi, jongens. Ik haak bij jullie aan. En op naar de ultieme kopter. Kijk, dit noem ik nog eens klimmen. Woehoe! Dit is zo extreem! Rubble, heb jij Chicoletta gezien? Nee, nog niet. Oh, ik had een kipzoeker mee moeten nemen. Oh, oh nee, mijn boot gaat vallen. Hou vol, burgemeester. Sky, de boot van burgemeester Goodway beweegt. Ik kom eraan. Zoom, jullie moeten de burgemeester op het platform tillen. Oh, ik glij weg! Oh, help me alsjeblieft! Geen probleem! Of toch een probleem? Zuma, gooi je boei uit! Goed idee! Boei! Ik heb hem! Mooi werk, pups. Nog één klimmer te gaan. Of moet ik zeggen, nog één kip te gaan. We moeten alleen Chicoletta nog vinden. Zie jij haar? Nee, nog niet. En deze berg is enorm. Ze kan overal zitten. Pak je hittesensorbril. Hittesensor.
Ik zie een warmtebron. Of eigenlijk wel drie. Daar beneden. Een kipje, een babygeit en een mamageit. Ryder, als jij de mama redt, dan daal ik af naar de baby en Chicoletta. Goed idee, Sky. Hou vol, mama. Ik kom je helpen. Deze grote kopter gaat op de automatische piloot. Stap in, schatjes. Ga maar lekker zitten, want we gaan de lucht in. Lekker ijsleepwerk, Everest. Dit lijkt me een goede plek, Rubble. Wow! De babywolvis! Zo lief! Jij was vast heel eenzaam daar beneden, hè? Oh, koud, gekke walvis. Ik ben niet geraakt. Die baby weet vast dat ik niet van water hou. Ook leuk om jou te ontmoeten. Hey. Hey, maatje. Ik geef hem een high five. Oh-oh. Ah. Koud. Oh, help. Zuma, Rubble ligt in het water. Jij moet hem met een vliegtuig komen redden. Oké, ik duik erin. Paw Patrol! Zuma! Eerste hulphond Marshall. Rubble heeft een lekker warm dekentje nodig als hij straks uit het ijswater komt. Ik ben er helemaal woep woep klaar voor. Oh, oh, oh. Goeie vangst. Oké, kleine vent. Het is tijd voor een ritje terug naar je mama. Wat ben jij een braaf beertje, zeg? Ryder, ik zie het welpje. Goed gedaan, Sky. Ik zoek met de radar waar je bent. Ik weet precies welke pup dat welpje terug kan halen. Everest, Sky heeft het tweede welpje gevonden, iets westelijk van jullie. Ik zie haar. Kunnen jullie haar helpen? Reken maar. Sneeuw of kou, ik kom heel gauw. Daar is hij. Hij is niet meer zo ver weg. We komen je helpen, kleine vriend. Kan je hierheen komen? Ik denk dat het gewoon een beetje te moeilijk voor hem is om te springen, Jake. Misschien kan jij een pootje helpen door je slee naar hem te sturen. Af, af. Slee. Ijsbeertje, we gaan je naar huis brengen naar je mama. Nee, hij is echt veel te bang. Hoe gaat het daar, Everest? Niet zo best, Ryder. Ik probeer hem aan land te krijgen, maar hij is te bang om in de slee te springen. Je zou hem eigenlijk ergens mee moeten lokken. Met lekkere visjes. Ik stuur je een heerlijke tractatie. Sky, kan je naar de platvis komen? Je moet een speciale bestelling afleveren. Ik kom eraan!
Je lunch is geserveerd. Het is gelukt! Slee intrekken! Hier is ijsbeertje 1. En hier is ijsbeertje 2. Oh, kijk nou toch eens hoe blij ze zijn dat ze elkaar weer zien. Super gedaan, Pip. Marshall, kijk jij die kleine beertjes even snel na? Zal ik doen. Woe! Thermometer. Zeg eens A. Hun temperatuur is normaal. Ze zijn helemaal gezond, mevrouw Mama IJsbeer. Jake! Penguins kunnen in ijskoud water zwemmen. Jij niet! Oh ja. Wow! Dat ging me net goed. Ik kom je helpen! Everest, je moet Sweetie tegenhouden voordat ze ontsnapt. Ik sta je prima. Haal mij later maar. Snowboard! Zo lang mogelijk hier gehouden. Je hebt je best gedaan, Everest. En kijk, de troon staat er nog. Hey, het wordt een beetje krap hier. Zuma, pak je minisub om Jake te redden. Ik duik erin. Oh, bedankt. Dit is net waterskiën, maar dat is een stukje kouder. Oeh, heel goed gedaan. Sweetie komt de troon weer afpakken. Maar dan pakt ze ook die arme pinguïn. Everest, pak je snowboard en red die vogel. Surf time! Gelukkig hoeft die pinguïn niet met Sweetie mee te gaan. Ja, maar die valse pup gaat er wel weer vandoor met de troon. Maar niet ver. Is je vliegtuigcontroller klaar, Rocky? Ja, hij is klaar. Marshall, gebruik je hydrocanon om het apparaat naar de luchtpatrouille te schieten. Hydrocanon! Jij serveert, Marshall. Schoffups, Rocky, neem ons vliegtuig over en haal hem terug. Komt voor elkaar, Ryder. Hij doet het! Kapitein Busby, waar vlieg jij opeens heen? Hier zit Paw Patrol zeker achter. Goed, dan doe ik het zelf wel. Dat dacht ik niet, Sweetie. Mission Bond neemt de macht over de luchtpatroller terug. Oké, ik geef het op. Maar stop dan met dit enge gedraai. Volgens mij kunnen we terug naar Blaffenburg. Pak de hamburgers, pak! Chase, Marshall komt jouw kant op met twee dierenvrienden. Marshall, kom hierheen, naar de geheime doorgang. Oh, dat was de laatste. Uitmuntend gedaan, Ryder. Bedankt, uwe graafheid. Maar hoe zijn al die dieren eigenlijk het kasteel ingekomen? Helaas vermoed ik dat Sweetie hierachter zit. Ik denk dat zij ze binnen heeft gelaten. Ryder, kijk dierenkoekjes. Oh, save de kroon. En die blijft van mij, Busby. Je krijgt me nooit te pakken! Sky, achtervolg haar vanuit de lucht. Chase, kom met mij mee. Mission Bolly is niets te doen. We moeten de zijstraten blokkeren zodat Sweetie om moet keren. Daar moet jij je laserhack voor gebruiken. Goed idee, Ryder.
gave olifant. We brengen je weer terug naar het kasteel. Om eruit te klimmen. Ze is aan het zinken. Zuma, kijk onder water. Duikuitrusting. Ryder, ze zakt weg in de modder. We moeten haar snel omhoog trekken. Olifant, als je naar mij had geluisterd, zouden we nu niet zinken. Chase, gooi je opblaasbare landingsbed. Nog 3, 2, 1, nu! Ruff, landingsbed! Te gek! Goed gedaan, jongens! Sweetie gaat er vandoor met de kroon! Hij is van mij! Van mij! Prinses, hallo uwe hoogheid. En wie is dit? Dit is grootmoeder Penguin. Ze verblijft in de koninklijke dierenopvang tot haar vleugel genezen is. Maak dat jullie wegkomen, jongens. Ik blijf hier om het kasteel te verdedigen. Geen zorgen, sweetie. We helpen mee. Wij zijn de Paw Patrol. Oh. Wacht, ik zie een vreemd lampje op de helm zitten. Misschien wordt hij daardoor gestuurd. Maar wie bestuurt ze? Het is Sweetie's knuffeltje. Pak hem, Sky. Pas op, jongens! Hier is de geheime doorgang naar de achtertuin. Volg mij! Dat klinkt als iemand die het kasteel in sluitmode zet. Dat moet Sweetie geweest zijn. Eindelijk, het kasteel is van mij. Zeg hallo tegen koningin Sweetie. Oké, robotridders, genoeg. Stop. Het werkt niet. Paw Patrol, alle ridders slaan een pol. Help. Alsjeblieft. We helpen je, Sweetie. Maar eerst moet je het kasteel weer openen. Dat kan niet. Gekke spookridders blokkeren de knop. Rubble, Sweetie zit vast in het kasteel. Jij moet met je tunnelgraver de deur openbreken om haar te redden. In het kasteel samen met dat enge spook? Hé, hey, Rubble, ik weet dat je bang was. Maar je bent echt nodig en dat spook... Houd mij niet tegen! Ik was bang, Ryder. Maar als de Paw Patrol mij echt nodig heeft, doe ik mijn best en ben ik een dappere pup. Rubble is aan de rol! Spoken bestaan niet! Spoken bestaan niet! Help! Iemand moet die spookridders tegenhouden! Nou, misschien bestaan ze, maar ik moet haar toch gaan helpen! Maak je klaar, spoken! Hier komt Rubble! Waar? Hé, hey, echt waar! Rubble, ben je in orde? Kijk, Ryder, ik heb gewonnen! Dat heb je zeker, Rubble. En ik ben trots op je. Maar er was geen echt spook. Ze werden op afstand bestuurd. Door Sweetie. Gewoon voor de lol? Sweetie? Je moet wel heel brutaal zijn om de plek van Luke Stars in te nemen. Oh, gut. Sweetie heeft podiumvrees. Ik zou willen dat we iemand hadden die echt mijn concert kon redden. Dames en heren, Luke Stars! Hallo, Blaffenbeer! Sorry dat ik te laat ben, prinses. Sweetie had Luke opgesloten, stal de microfoon en Luke's mobiel. Ik heb helemaal niks gedaan. Oh, nee? Oh, wat dom van me. Die had ik natuurlijk even geleend. En nu leen ik lekker deze even. Hé, hey, die is van mij. Als ik niet met die microfoon mag zingen, mag niemand dat.
precies. Erachteraan. Daar gaan we. Mission Ball is niet te doen. Zo goed in verstoppen. Niet goed genoeg. De Paw Patrol houdt mij niet tegen. Uh-oh. Help! Sky, ze gaat vallen. Lanceer zuignapkabel. Ik denk dat onze show voorbij is, Busby. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het redden van mijn koninklijke concert. Graag gedaan. Wanneer je lekker wilt rocken, blaf dan om hulp. We zijn er helemaal klaar voor. Rubble! En 1, 2, 3, 4! Dans met z'n allen, gooi je pootjes in de lucht. Doe maar wat je wil, kom draai, spring of zucht. Ieder schattig katje en elke stoere pup, doe met ons mee, want jij hoort bij de club. Wow, we hebben niet meer fijn zo. Wow, zo koninklijk en fijn. Zo koninklijk en fijn. Dag burgemeester Goodway. Nu komen we naar het stadhuis. Als er niet nog een noodgeval tussen komt. Oh, er is zeker nog een noodgeval, Ryder. Het gaat om Chicoletta. Ze hangt aan de spandoek.